Rond 4 uur in de morgen van 3 januari kwam bij het brandweerkorps van Maartensdijk de melding binnen van een uitslaande brand in een woning. Direct werd opgeschaald en kwamen de brandweerwagens uit Utrecht, Westbroek en Groenekan. De bewoners van deze tussenwoning op de Koningin Julianelaan hebben zichzelf kunnen redden, zo vertelde de woordvoerder Jelle Mulder. Wat is er voorgevallen en hoe is het met de bewoners? De melding binnengekomen van een uitslaande brand hier inderdaad aan Maartensdijk aan de Koningin Julianelaan. De bewoners hebben gemeld dat er de brand was in de benedenverdieping van een woning. Ze zijn gelukkig allemaal zelf uit de woning gekomen. Daarbij hebben twee van de bewoners rook ingeademd en zijn daarvoor naar het ziekenhuis gebracht om daarvoor even nagekeken te worden. Ja, hier van de benedenverdieping is uitgebrand. Boven is veel rookschade en vandaar ook die inhalatie van de twee van die bewoners. We hopen dat het goed gaat met ze. Dank u wel.